Zo. Ik had net dat ding in ons hand. We zijn klaar met verbouwen. Ja. Dus we gaan naar Den Haag. We gaan eindelijk de stad verkennen. Dat hebben we nog niet gedaan, toch? Ja, als je onze vlogs al een tijdje volgt, dan weet je dat we heel erg fan zijn van een bepaald soort brood. Namelijk zuurdesembrood van Brood van Bro. En daar wilde ik vandaag heen gaan. En toen dacht ik, het wordt vandaag mooi weer, al is het nu nog niet helemaal aan te voelen. Ik heb het koud. Toen dacht ik van, ah ja, misschien is het dan ook wel leuk om onze museumjaarkaart te gebruiken. Overigens geen sponsoring. Maar we hebben hem nog niet gebruikt dit jaar, dus ik dacht, nou, ook wel leuk. En misschien gewoon een beetje rond te lopen. Alleen, we hadden misschien wel even een jasje aan kunnen trekken. Nee joh, we krijgen het wel warm als we aan het lopen zijn. Ja, dat is ook wel zo. Nou, let's go. Oké. Okay. Er wordt hier volgens mij echt superveel gebouwd. De komende jaren komen hier volgens mij nog 5 grote flats bij. Hier is echt een insane grote gebouwd trouwens. Die zal binnenkort ook wel in de verhuur gaan of koop. Ik denk dat het allemaal huur wordt eigenlijk. Eén ding wat ik trouwens ook nog vandaag wil doen is naar de Uniqlo. Want ik wil een nieuwe broek voor in de zomer. Korte broek misschien. Maar ik hou dus niet zo van korte broeken. Ik heb een hekel aan. Ja, ik vind korte broeken voor mannen, ik weet het niet helemaal. Nou, je hebt wel eens een keer een leuke gehad volgens mij. Was dat zo'n spijker? Heb ik een leuk? Oh ja, die had ik al een tijdje. Maar die was op een gegeven moment niet meer goed. Die had ik toen echt al 5 jaar of zo volgens mij. Maar goed, gaan we daar ook even kijken. En ik zit even te denken, welk museum willen we eigenlijk heen? Ja, even kijken wat er een heek wat we nog niet gezien hebben. Ja, ofwel, en dat we een nieuwe tentoonstelling hebben, dat kan ook. Ja. Toch? Dit is toch gewoon een immens groot gebouw. Ik denk dat hier makkelijk gewoon misschien wel 500 mensen in kwijt kunnen of zo. Ja, dat denk ik wel. Ja. Zijn we nog niet klaar of wel? Voor mij, nee, ze zijn nog maar niet klaar. Voor mij wordt het einde dit jaar opgeleverd helemaal. Zo verschillen waar je loopt. De ene straat denk je echt van oké. En de volgende straat denk je zo mooi. En dan aan de ene kant van de straat is het denk je zo lekker huis. En aan de andere kant van de straat denk je nou laat maar. Toch? Ja, het is echt een hoop verschillende soorten wijken allemaal aan elkaar. Ja, maar ja, dat is in heel veel van die steden is het zo. In Antwerpen valt me dat ook vaak op. Ja, dat is ook zo inderdaad. Ja. Ik heb wel echt zin in die in dat broodschat. En ze hebben dus een brownie cheesecake ding. En voor mij allemaal van sourdough gemaakt. Zo, dus we zijn even binnen geweest. Ze zagen lekkere dingen. Ik hoop dat ze de cheesecake brownie hebben. Daar was ik wel heel benieuwd naar. En even een broodje proberen, toch? Ja, en die croissants zien er ook goed uit, joh. Ze hebben dus ook focaccia's, maar die hebben ze nu niet, helaas. Volgens mij. Ze hebben altijd lekkere dingen, maar moeten ze gewoon vaker terugkomen om dingen te proberen. Die zijn ook meer ochtenddingetjes, dit. Ah, dat zou goed kunnen, inderdaad, ja. Ja. Die koffie is echt super lekker. Ja? Ja. Beste koffie? Lijkt een beetje op die van Brute Bonen. Dus we moeten, misschien is het, zelfs niet met Brute Bonen werken. Nee, ik zag het niet staan. Maar... Ze hebben ook in de middag en zo tosti's en dat soort dingen. Dus dan moeten we ook misschien nog maar een keer terug. Ja. Misschien voor de foodtour dan. Voor de foodtour? Is het voor de foodtour niet? Nee. Een croissant met... Amandel. Amandel. Ik wil die ook proberen. Ja, en dit is een amandel croissant. Heel lekker. Combinatie. Kerstshop. Ja? Ja. Neem hier eerst even een hap van anders. Oké. Zo, hij is zwaar ook. Mm. Holy shit. Oké. Die amandelspijs is zo vers. Dat is lekker. Hij komt echt net uit de oven volgens mij. En dit is gewoon de amandel croissant. Maar kijk wat een unit dit ook is, joh. Dus, kijk. Okay. Dit biedt wel even Bortine, hè? Zo ja, inderdaad. Hij is wel beter. Beter. Ja, dus in de foodtour van vorig jaar gingen we naar Bortine. Toen hadden ze ook inderdaad van die amandel croissants en zo. Maar dit is wel echt nog lekkerder gewoon. Ja. Kijk hoeveel amandelspijs erin zit. Het zit er ook nog overheen, hè? Eén punt. Ik denk dat we er eentje hadden kunnen delen. Dit is wel echt heel lekker. En het is lekker rustig ook. Maar goed, wij zijn om 9:30 ochtends, dus. Op een zaterdag is dat wel intens, hè? Maar ze hebben dus nog hele andere baksels, maar daar moeten we echt voor terug nog, vind ik. Dus er zit echt veel amandelspijs in. Ik hoef die komende uren niet meer te eten. En wij nog denken, oh ja, laten we anders
wat meerdere dingetjes proberen, toch? Ze zijn zo groot ook. Zo. Oh zo, die is lekkerder is goed, nog, dan die brute bonen. Ja, denk ik eigenlijk ook, ja. Ja. Hij is heel zacht. Je hebt echt geen opsmuk nodig. Nee. Die is vol. Beker. Wat zou je het geven? 5. 5 out of 5. Sowieso. Wij gaan dus naar de Uniqlo, want ik heb even wat broeken en zo nodig. Nou ja, wat broek, ik heb er gewoon een broek nodig. Voor zeker voor deze zomertijd. En misschien nog een shirtje. Het enige wat ik wel van die Uniqlo shirts een beetje lastig vind, is dat er best wel snel een vlek op komt. Ja, maar ligt dat aan het shirt of aan jou? Ja, waarschijnlijk ligt dat aan mij. Ik weet het niet zo goed, meid. Ze hebben weinig korte broeken. Zo wel eentje die wat wijder zit, maar ik weet niet of je dat wat vindt. Welke dat nou is, dat weet ik niet. Zie jij dat? Slim, toch? Slim, hè? Ja. Die vond ik dus ook wel grappig, inderdaad. Het is een beetje zo'n blokje zit erin, hè? Ja, dat is wel een S, ja, zeker. Maar deze lijkt me echt groot. Is dit weer een ander? Ja, vind ik ook niet zo mooi dit, hoor. Dit. Weet je wel. Ik denk dat ik dan toch eerder ga voor de... Deze heb je al, toch? Nee, die heb ik niet. Die? Nee. Wil je die proberen? Ja, denk ik wel. Dit is overigens een van de weinige winkels waar ik wel broeken pas, omdat ik niet zo heel lang ben. Ik ben 1... Ja, staat 1,68. Ja, staat 1,68, maar voor mij ben ik 1,65. Ja, heb ik altijd XS. Kijk, zo ben je toch. Dank je, schat. Ja, die is wel leuk, hè? Heel leuk. Leuk kleurtje, vind ik ook wel. Ik vind ze dus zo groot. Zeg ik die met zo'n oversized ding aankomt, maar goed. Nou, we kunnen het wellicht proberen. Is dat de kleinste? Ja. Dat is huge. Ja, ik vind dat dus niet zo staan omdat ik van die grote stalpoten heb. Waarom wil je dan een heel klein bikershortje aan? Ja, zo'n eentje waar mijn reet onder vandaan komt. 6 items, jongens. We gaan het even passen. Ja, het is oké-ish, maar ik weet het niet, schat. Ik heb toch van die grote stalpoten nog onder, schat. Nee, het is een vind je dit netjes? Ja, het echt goed, hè? Vind je het dan van die grote stalpoten eronder heb? Nee, ik vind het heel netjes. Ja, maar dat ziet er toch raar uit? Maar wat doen ze omlaag? Ja, als die omlaag... Nee, doen ze omhoog. Het shirt omlaag. Als je dan zo heel langzaam zo gaat. Ja, maar dat is toch niet normaal? Dat is niet normaal. Dit is wat meer hoe ik hem ken, inderdaad. Goed. Maar die zit wel goed, ja. Ja, het is heel leuk. Vind je dit leuk? Ja. Maar is niet echt voor de zomer, toch? Echt voor zomer. Zomerskleurtje. Dus deze nemen we wel mee, denk ik. Dan de oversized broek. Moet ik een modeshow lopen voor of zo? Of hoe zit dit? Moet ik even schoenen onderaan doen anders? Nou, oké. Okay. Nou, dat is waar. Het is wel iets minder. Schat, heb jij ook niet dat als je... ik wil nooit aangesproken worden door van die verkoopmensen en zo. Maar als je niet wordt aangesproken, dan dat je denkt van, nou, waarom word ik dan niet aangesproken? Ben ik dan te oud of te jong? Dat denk je dan toch? Ja, ik denk dus altijd dat ik, of ik denk eigenlijk altijd dat ik te jong ben. Ja. Maar dat is natuurlijk niet zo. Want ik ben een oude vent geworden. Wij vergeten dus altijd water mee te nemen, maar we hebben even wat gekocht bij de Spar. Ik vorige keer ook met mijn pa. Als ik hier, als ik op een gegeven moment hadden wat dorst, die vergeet ik zo altijd een flesje mee te nemen. Misschien moeten we echt zo'n recycle flesje. We gaan we gaan dus naar een film, Secrets of the Sea. En het is het universum, daar ben ik nog nooit geweest, maar dat is dus dat je rondom beeld hebt. Heb je dat ook wel zo'n gehad, zo'n bril, dat je dan van die plaatjes, van die etiketten erin deed omdat het dan 3D plaatjes werden? Oh, heb ik me even aan het overstekken. Het gaat ook snel. Ik wil opnieuw beginnen. Ah! Helaas, schat, helaas. Zou je Freek op willen zetten? Ja. Echt? Ja.
Waar zou je hem neerzetten dan? Je wil hem dan in een positie, een kotsende positie zetten, zo op het kleed. Weet je dat ik precies hetzelfde wilde zeggen? Maar ik moet zeggen, vanochtend dus, had hij ineens overgegeven, niet op ons nieuwe kleed, maar had hij het netjes in de badkamer gedaan. Hij heeft heel vaak overgegeven, dat valt meer. Nee, hij geeft niet heel vaak over, maar als het zomer begint te worden of warm, dan likt hij heel zijn vacht weg. Weet je dat ik ooit een spreekwoord heb gehouden over schelpen? Wat zeg je? Ik heb ooit een spreekwoord gehouden over schelpen. En toen? En toen had ik hele grote schelpen, want die had mijn moeder ooit ergens gekocht. Ja. Ook van dat soort schelpen. Hele grote slakken zitten daar eigenlijk in, hè? Bizar, hè? De enige reden dat ik dat deed is omdat die spreekwoord was zo gemaakt, omdat mijn zus hem 2 jaar eerder had gedaan. Ah, oké. Okay. Nou, zie je? Interesseerde me niet zo. Nee, ja, ik vond spreekwoord ook altijd een beetje... Ik vond het wel leuk om te doen, maar... Ook wel spannend, omdat ik altijd bang was dat ik het verkeerd deed. Diepte interview... Voor ervan? Intens. Ja, kindermuseum. Ja, nou echt, maar dat is wel leuk voor de kids. Ze konden overal stampen en schreeuwen. En, Nee, maar ik vond het wel grappig om even doorheen te lopen. Maar niet een museum waar ik snel zou zeggen van daar moet je heen of zo. Nee, absoluut niet. Met kinderen wel. Nee. Maar we gaan nu dus naar de Doom en dat is het universum. En dan heb je 180 graden heb je dan film om je heen. Het gaat over de onderwaterwereld. Je bent niet heel uitgesproken vandaag. Ik denk dat het echt de hooikoorts inkikt hoor. Ik ben echt uitgeput. En je hebt trek? Nou, ik kan wel een snackje gebruiken, ja. Dat was niet, toch? Oh, maar we gaan dan lekker naar Tets natuurlijk. Fred. Fred. Freds of Fred? Fred. Fred. Ben ik met een foodtour geweest. Mocht je dat nog niet hebben gezien. Foodtour in Den Haag. Van vorig jaar met mijn pa. Wat heb je daar gegeten? Toen had ik een burger. Een chicken butter. Iets met, hoe noem je dat ook weer? Milky chicken of zo, dan doen ze die kip in een soort van... Zo'n butter chicken? Nee. Butter chicken, dat is een... Nee. Het was creamy in ieder geval... Chicken. Nee, het was crunchy chicken, dus het is een soort van... crunchy, creamy butter chicken. Ik vind het druk bij die domborden, vind je niet? Ja, vooral met heel veel kleine jongetjes. We zijn toch niet naar de film gegaan, want het was geplaceerd en ik hou daar niet zo van. Dan wil ik gewoon... Ik wil aan de zijkant zitten. Want als ja, we hadden het niet door dat het plaatsen waren. Nee. Dat zagen we pas later en toen stonden we in de rij en zei iemand van ja, maar het is toch geplaceerd, dus maakt het niet uit. Ze noemen het toch geplaatseerd? Geplaatseerd? Geplaatseerd toch? Ja. Geplaatseerd? Ja, nou in ieder geval, we hadden plekken. Maar ja, we dachten al van ja, dan zitten we daar in het midden, daar hebben we niet zo heel veel zin in. Nee, je wil eigenlijk gewoon lekker aan de zijkant afgezonderd zitten. Precies, nou nu gaan we lekker wat eten, want daar heb ik wel trek in. Is het ver weg? Heel ver. Waar dan? Ik denk wel een half uurtje lopen. Echt? Nee, 10 minuten. Oh. Ik moet zeggen, ik vind het wel jammer dat we er niet heen konden. Ja, we kunnen al een keertje. We hebben toch een museum hier. Ja. Maar het is wel jammer, toch? Ja. Ik had ook de tickets aan iemand anders kunnen geven, schat. Het was wel heel... Het is wel lullig, eigenlijk. Nee, joh. Dat is helemaal lullig, want wij betalen ervoor met die jaarkaart, toch? Misschien moesten we die nog wel laten zien, ook trouwens. Ja, misschien wel, ja. Ik denk dat ik hetzelfde als jij wil, als jij wil. Okay. Buttermilk fried chicken burger. Is dat we hadden gezegd in de video dat we minder aan het eten zouden gaan. Ja, dat is nog niet helemaal. We zijn niet het afbouwen. We zijn het afbouwen inderdaad, ja. Ik ga ook voor de butter fried chicken. En zullen we frietjes erbij doen? Ja. Delen? Ja, delen. Ja, want het is een heel grote bak. Oh. Even een hap van de butter chicken nemen dan. Die is ook goed, hè? Ja? Ja. Maar ik ga hem sowieso met mensen vork eten, want ik vind dat... Ja, is wel lekker. Troepelig. Ik heb mijn broek gemorst, dus nu iets af. Maar hij is goed, hè? Hij is lekker, ja. Ja, dat vind ik ook lekker, ja. Wel veel. Nou, eet smakelijk. Wat vond je ervan? Kan ik even op adem komen? Het is wel echt vullend hoor. Dat is wel echt. Maar heel erg lekker, ja. Ja, ik had niet gelogen. Iets te veel van gegeten eigenlijk. Dus dat is eigenlijk een goed teken, want dan vind je het lekker. Ja, dan vind ik het lekker. Ja. Maar ik voel het wel als een zware bom nu in mijn maag. Waar gaan we nu heen? We gaan nu naar Joe & Juice. Die ligt achter je, schat. Oh, luister wat. We gaan even de zee in. Echt? Ik heb een bikinietje ook bij me. Echt? Ja. Leuk, schat. Gezellig. Nee, we gaan even een stukje lopen naar het strand en dan denken we weer richting huis. Ja. Zullen we wat denken? Daar konden we altijd mooi de bus pakken naar Voorburg. Maar dat gaat niet. Ah, dat kan trouwens nog steeds.
Ja, want in principe kunnen we bij Voorburg Centraal, of Centraal, Voorburg. Bij Voorburg uitstappen, bij de trein, toch? Dat ja. In principe ook niet zo heel ver. Maar bus 28 komt langs ons. Maar die komt ook echt bij daar. Ik weet het niet, schatje. Ik moet even kijken. Papadia hebben ze nu. Gun me gewoon een beetje... Maar je Papa John's een papadia. Wat is dat? Een quesadilla, maar dan met een pizza. Oh. Papadia. Ja, Lies in een boom. Ik weet niet of ik in beeld ben. Ik hoop het wel. We gaan... Ja, ik weet het niet. Ik kan het niet zien. En dan zie je nu twee voeten die aan het praten. Ja, anders hoor je twee voeten praten. We gaan even met onze handje, met onze voetjes in het water. En onze handjes in onze zakken. Ja, ook dat. Lang geleden trouwens. Volgens mij vorig jaar hebben we dat delen. Ik ben een beetje trillerig van de cafeïne. Ja, vind je het gek met die drie koffie? Ik heb dus nog steeds het idee dat we in een simulatie leven, schat. Waarom? Nou, dat hadden we dus vandaag heel erg. Dat je zo'n leuke vriendin hebt. Nee, maar... Ja, ook dat. Maar dat ik denk van de hele wereld is in principe ingericht zodat ik kan leven. Maar je bent gewoon een main character. Dat is een ander iets, schatje. Is dat niet anders? Ja. Kijk, en dan vraag ik me wel af waarom dat soort dingen dan gebeuren. Ja, om je te herinneren dat er ook nog leuke dingen zijn. Cool. Anders, als je de nare dingen niet ziet, dan kun je ook de leuke dingen niet waarderen. Dat is wel waar, hè? Vind jij ook niet dat mijn voeten wit zijn? Zo, kijk dan. Ze zijn wel heel wit, ja. Maar ja, altijd... Wacht even, kom eens even. Dat scheelt inderdaad niet veel. Nee, het is echt omdat ze geen zonlicht zien. Moet mijn broek zo ook even omhoog trekken, denk ik. Ja? Nou ja, anders worden ze nat, hoor. Kijk hoe koud het is, hoor. Het zal wel echt frisjes zijn. Ja, het is nu wel fris, Fripsjes. Ik vind sowieso fripsjes worden vandaag. Fripsjes? Aan het einde van de dag is het wel een beetje fripjes. Kan niet, het wordt nog warmer. Oh. Oeh, het is wel heel koud. Het is echt ijskoud. Oeh, het is echt heel fris. Ah, maar het is wel lekker. Zeker lekker. Zeker heerlijk. Zeker. Heerlijk. Ah, het blijft wel een luxe, hè, dat we hier in de buurt wonen. Laten we eerlijk zijn. Ja, we wonen echt op 5 minuten loopafstand. Nee. Oh. Als je in fucking Arnhem woont of zo, dan kan je niet zo even 1, 2, 3 lopen naar het strand. Nee, het is wel echt heerlijk om dichtbij een strand te wonen, inderdaad. In principe, met de scooter zouden we er binnen 20 minuten kunnen zijn. Luxe, ja. Luxueus. Dus alsnog een flesje vino optrekken. Vino? Ik heb even door het schuim heen gelopen. Guilaine vindt het nogal vies. Kijk. Het is wel fris. Ga je toch maar weer? Kom eens een foto schieten. Hoezo moet ik nou weer een foto schieten? Met mij samen. Even wachten. Met je wijfie. Ik weet alleen niet welke kant op goed licht is. Nou ja, dat is het licht. Daar komt het licht vandaan. Dus kom maar vier. Kom, kom. Waarom zo? Ik zie niks. Verschrikkelijke foto. Het komt hierheen. Ik wil nu dat je het water in gaat. Waarom dan? Nou ja, heel eventjes. Nou, ik moet zeggen, het went wel, hoor. Het went wel. Dat is goed. Dat is goed. Ik vind deze tas zo golf, hoor. Ik vind deze tas zo irritant. Ja, dat is vervelend. Zullen we zo nog wat drinken ergens? Kan. Ja, ik weet dat het kan. Misschien willen we dat? Want ik ben een beetje... Zie je, dit doe ik zelf niet, hè? Ja, zo erg? Ja, een beetje trilleren. Guilaine heeft 3 koffie op vandaag, dus misschien een beetje veel geweest voor de meid. Wat is dat eigenlijk? Schuim ja, van het water. Ja, maar dat is van iets anders, hè? Waterschuim. Volgens mij... Wat gebeurt er als meer valt iets... Is het toxic? Ik weet het niet, maar ik zou het niet zo over je huid eens smeren. Dan ga ik het wel even afwassen. Zo, dat is weer een oude vetgezellig vlog. Leuk dat jullie keken. Wat we volgende week gaan doen, dat weet ik even nog niet. Maar komende donderdag komt er wel weer een foodvideo online. De podcast wordt nog even uitgesteld. Tot donderdag.